Vrijheid op straat, dat is het thema van Bevrijdingsdag dit jaar. Op deze prachtige zonnige dag ging OogTV de straat op om te onderzoeken wat vrijheid op straat voor de stadjers betekent. De kinderen wat kunnen doen in de straat en zo. Niet allemaal die auto's. Ik zie af en toe wel straatjes waar nou speelgoed en alles liggen, dat ze gewoon kunnen spelen, geen auto's erlangs. Dat vind ik wel een vrijheid voor die kinderen. Dat ik veilig over straat kan. Dat ik niet te veel na hoef te denken over dat me wat kan gebeuren. En dat ik vrij met mensen mag praten. En ja, vrijheid. Vrij zijn. Hè? Doen en laten wat je wilt bijna. Bijna dan. Hè? En elkaar een beetje waarde laten. Ja, dat vind ik vrijheid. Vrijheid geldt voor iedereen. Dus geen onderdrukking of wat dan ook niet. Gewoon... Zoals het hier hoort te zijn. Heel veel, dus ik heb zelf de oorlog meegemaakt. Dus ik min of meer. Ik was nog wel vrij jong, maar ja, door al zijn facetten. De hongerwinter heb ik meegemaakt. Ik kom uit Rotterdam. Ik heb het bombardement van Rotterdam meegemaakt. Dus ja, ga zo maar door. En wat is dan voor u de ultieme uiting van vrijheid? Het is een groot goed. Het is niet vanzelfsprekend. Stadjers vinden vrijheid dus heel erg belangrijk. Vrijheid leeft op straat.